Tech proberen ze de spelers buiten het veld op allerlei manieren bij te staan. Oud-prof Barry McQuire, die tot het einde van het seizoen op amateurbasis in zijn geboortestad speelt, had om een vervoermiddel gevraagd. Hoi Barry, goedemiddag. Zullen we eens even in je nieuwe auto kijken voor een korte uitleg? En dan mag je hem gelijk starten. Dit is de pretknop. Ja. Heb je hem al gebruikt of niet? Nee, nog niet. Kun je ook een restaurant kiezen? Zelfs? Je broodjeszaak, alles. Ja, dit zit fantastisch. Dit zit echt top. Dit ziet er heel goed uit. Kan ik aan wennen hoor. Normaal gesproken gaat het met de contractonderhandelingen natuurlijk over het geld. Maar ik doe het nou natuurlijk op amateurbasis, dus dat was voor mij niet de toepassing. Dus toen had ik gevraagd of ze mij in ieder geval een auto konden regelen, zodat ik het vervoer van thuis aan de club had. Ja, en had je nog merken genoemd, uitvoeringen? Nee, helemaal niet. Dat was zo kieskeurig was ik niet. Voor mij was het gewoon belangrijk dat ik naar de club toe kon komen. En voor mij was het gewoon afwachten wat ik zou krijgen. Nou, je ziet, je ontvangt ze allemaal. Dus net voor de bocht terug. En rechts weer opschakelen. Ja, zo gaaf. Ja, ik dacht eerst dat Wim een grapje maakte toen hij de foto van de autodeur stuurde. Maar dat was niet het geval. Dus dat was top. De vragen die wij tegenwoordig heel veel gesteld krijgen, is een stukje vervoer. Nou, dan ga je toch proberen dat stukje vervoer te zoeken. En dan kom je toch weer terecht bij je leden van je eigen businessclub Betuwe Zaken. En van daaruit zijn dan een aantal leveranciers van automerken bereid om ons te helpen. Nou, ik denk dat 21 graden, 20, ja, misschien voor een sportman wel gewoon heel goed is. Ja. Airco-pomp altijd aanzetten. Okay. En je collega voetballers, wat gaan die ervan vinden, denk je? Ik denk dat die mee gaan genieten hoor. Ja. Ik denk dat ze veel mee willen rijden, maar goed, dat is nou niet het geval. Er wonen er weinig in Culemborg, dus... Maar geen jaloerse blikken, denk je? Ja, dat denk ik wel, maar goed, het lijkt me meer dan logisch als je in zo'n auto rijdt. Het had ook een Fiat Panda kunnen zijn, of een ander merk. Ja, dit was gewoon gelukkig voor Barry. En zometeen als je gaat rijden, de handrem lostrekken en dan kun je genieten. Hartstikke bedankt voor het vertrouwen. Ja, heel veel succes bij TSC. Jij bedankt. De sleutels. Yes. En een leuk presentje voor thuis. Oh, helemaal top. Dankjewel. Maak er iets moois van en houden we TSC in de tweede divisie. Dat gaat zeker lukken. Gaat zeker lukken. Heel veel plezier. Veilige kilometers. Dankjewel. Tot ziens. De vraagstelling die je krijgt van spelers die bij ons spelen of graag willen komen spelen. Daar vinden wij, moeten wij proberen ons best voor te doen. Ons netwerk voor in te zetten. Of er nou een schoolopleiding is of een baan. Maakt ons niet uit. Wij proberen dat in te vullen.